88 rated, mid of WK icons. Ik ben pas tevreden bij een heel goede Braziliaan. Of in elk geval twee icons van minimaal 500k. Gewoon rustig beginnen. We hebben weer 10 kijkers zo gek gekregen om zich te melden. Duimpje voor deze kijkers en veel plezier. Goed, dames en heren. Het is tijd voor kijker nummer 1. En dat is Milan uit Groningen. En Milan is 13 jaar. Milan komt uit 2009. In 2009 ging ik naar de 6e klas van het VWO. En toen werd jij geboren, Milan. Maar ja, daar doen we niks aan. Je bent hartstikke welkom. Ja. Ja, natuurlijk. Hey, hoe is jouw team? Heb je een beetje een goed team? Ja, ik had alleen die Pellegrini had ik gekocht. Ik wil eigenlijk Beckham daar hebben. Die wou ik eigenlijk uit. Ja. Maar waarom wil je Beckham? Omdat hij dan goed linkt met iedereen. Want heb je een Engels. Oh, je hebt iemand nodig voor Pope, natuurlijk. Ja, oké. Dat snap ik wel, dat snap ik wel. Ik moet zeggen dat ik het een heel goed team vind. Op welke icon hoop je? Ja, Beckham of... Nou, ik wil eigenlijk geen aanval, want alles is first owner. Ja, die aanval, daar hoef je niet zoveel meer aan te doen. Nee, dat snap ik wel. Zullen we gewoon voor Beckham of voor Gullit gaan? Ja. Ja? Ben je het ermee eens? Ja. Oké, top jongen. Hé, Milan, we gaan ervoor jongen. Ik gun jou echt Ruud Gullit of David Beckham. Ik vind het wel mooi. Niet zoveel eisend, gewoon Beckham willen. Het is wel een Engelsman. Nee! Dit is toch te ziek? Dit verzin je toch niet? Nee. What the fuck? Ik wou hem ook precies voor mijn team hebben. Nou, dan heb ik hem ook. Gast, dit is echt... Dit, ja, die kans. Ik vind het echt gestoord. Ja. Nou, gefeliciteerd ermee. Ja, ik ben er wel blij mee. Ja, toch? Dat is precies wat je wilde. Ik hoop dat je er heel veel plezier van hebt. En ik hoop dat je goed je best doet op school de komende tijd. Ja. Oké, top jongen. Ciao, ciao, hè. Ja, goed, we zijn bij nummer 2. Zou jij tevreden zijn met Beckham, Eskiel? Nee, eigenlijk niet. Nee, dat snap ik. Zeker als ik jullie team weer zie. Ik heb nu iedereen van jullie familie wel gesproken, geloof ik, hè? Je zwager, je schoonvader. Je moeder. Toevallig, vorige keer met mijn zwager Sven heb je Figo gepakt en die staat erin op 10. Oh, hij had ja. Even een battle met Kuit, maar Figo heeft toch wel de overhand. ja, je hebt hem gewoon weer erin gezet omdat je nu met mij aan het opnemen bent. Zeker. Ja, dat is het. Ja, zie, ik wist het. Hé, hey, op wie hopen jullie? Eigenlijk een betere spits of een 10. Een spits of een 10, oké. Kuit of een CBO zou wel leuk zijn. Kuit? Wie zei je? Sorry, Kuit, ik bedoel Kruif, sorry. Kruif, ik denk al, ja precies. Oké, ik dacht al. Hey, heel even kort, want jij bent het tweede gezicht van Daryl Steg, hè? Misschien dat sommige kijkers dat kennen. Klopt, ja. En jullie maken samen video's. Ja, en misschien vooral de kijkers die het misschien kennen zijn de overleven op een onbewoond eiland video's. Dat is recent geüpload, dus ik denk dat sommige van jouw kijkers dat ook... Zou zomaar kunnen. Ik vind het in elk geval heel knap. Als ik naar jullie weergave kijk, dan doen jullie zeker iets goeds. Dus ik ga straks eens even kijken wat jullie allemaal hebben gemaakt. Maar nu tijd voor die icon. Ik gun je gewoon Cruijff. Laten we daarvoor gaan. Hij gaat nu op zwart. Icon nummer 2 van de video. Dit is een WK icon. Het is een Argentijn. WK Crespo. Wat vinden we daarvan? Ja, nee. Niet bruikbaar, denk ik. Schoon kloten. Helaas. Helaas. Het spijt me. Ik had jullie meer gegund. Doe je de groetjes aan iedereen? Ja, ga ik doen. Koen, super bedankt voor het openen. Top, man. Geen probleem. Jullie bedankt. Tijd voor nummer 3. We hebben gewoon een klappertje nodig. En Julian, die klapper hopen we bij jou te maken. Huh? En jouw team is nu aan het laden. Ik zie veel stokbroden. Nee, joh. Heb je deze Mbappé? Ja. Okay. Oh, meen je niet. Daar ben ik wel jaloers op. Die heb ik in een draft gehad. Dat slaat helemaal nergens op. 84 plus player pick uitgegeven. Gadver, wat lekker zeg. Jij zei tegen mij dat je middenveld wil versterken. Hè? Ja, maar goede aanvallen mag er ook altijd bij. Kan ik me voorstellen. Maar als je dan moet kiezen, voor wie ga je? Voor welke speler? Ja, ik vind Gullit wel leuk en Vieira ook wel. Gullit, Vieira, Zidaantje misschien wel. Ja. We gaan ervoor. Goede middenvelder of een goede aanvaller? Het is geen WK-icon. Het is een Nederlander. Het is Ed. Ja. Doe je het niet voor, hè? Nee, toch niet helemaal. Niet helemaal, hè? 89 Ed. Hij is al 4 ton. Ik zou er toch wel gematigd tevreden mee zijn, denk ik. Ja. Jij niet. Maar niet uit. Julian, ik wil je bedanken. Ja. Dan hebben we hier het team van Nederlanders en Duitsers. Een gekke verdwaalde Rus op doel. Juri, wat wil je hier daarmee? Ik vind het een goed team, maar ook een raar team. Nou, ik heb hem weer lopen aanpassen, want ik heb Davies gepakt. En ik heb dan Pavard ook. Die staat nu op de bank omdat hij rood had. Oh, oké. Okay. Hey, Zambrotta, die heb ik voor jou gepakt, hè? Die zet je er niet eens in. Ja, omdat dat de teamgeest niet klopt. Ik vind het een beetje ondankbaar, Juri. Ja, ik ben zo'n autist. Ik moet er gewoon alles op vol chemistry uit. Nee, dat snap ik heel goed, man. Dat snap ik heel goed. Waar gaan we nu voor? Ik hoop of op een linksback of op een centerback, zodat ik mijn hele icon team weer kan upgraden. En anders hoop ik nog steeds gewoon op R9 voor het drietal. Ja, dan heb je Ronaldinho, Pelé, R9. Dat is wel, ja. Dat is wel heel gruwelijk, ja. Oké, een linksback, een centerback of R9. Ik vind het een hele mooie wens. Prachtige wens. Een gewone. Ja. Nederlands. Grande Clarence.
300k, een beetje ondergrens, ja. Denk ik. Hoeveel kostte die SBC ook alweer? Rond de 250. Nou, dan dus vind ik dat je gewoon niet mag klagen eigenlijk, Jorik. Nee, nee. Je kan ook op de plek van Schweinsteiger natuurlijk. Zeker, zeker. Gewoon lekker power op je middenveld. Ik vind het prima. We zitten nu in team nummer 5 van Roma. Gewoon een gruwelijk team. Maar wie wil je erbij hebben? Garincha of Best? Kijk, dat specifieke wensen houden we van. Rechtsbuiten gewoon dus. Een goede rechtsbuiten. Hey, Roma, daar gaat hij. Een goede rechtsbuiten. Rechtsbuiten. Kom maar dan. Geen WK. Het is een Braziliaan, nummer 10. Oh, heb je die al? Ik heb zijn baby. Nee. Oh, nee. Oh. Dan zeggen ze, dat is kaka natuurlijk. Crisis dit weer. Dit is echt crisis. Ja, dit gun je je ergste vijand niet, Roma. Vervelend weer. Ja, dit is heel vervelend. Ik wil je wel bedanken, man. Goed, jongens. Nummer 6 alweer. En dat is Magic Mike. En Mike, heel veel kijkers herkenden jou, hè, de vorige keer van Jaraski. Ja, klopt. Ik zag het voorbij komen in de reacties. Leuk. Ja, je bent een bekende YouTuber, als het ware. Je bent een soort BN'er online. Ja, dat denk ik dat het ondertussen wel mag zeggen, eigenlijk. Ja, zo komt het wel over, inderdaad. In elk geval, heel leuk dat je er weer bent, man. Ja. Inderdaad, je hebt een lijp teammail. What the fuck, man? Ja, ik heb van de vorige Berghuis, Bergwijn allemaal, de Ajaxide heb ik er allemaal uit. Ja, die zijn geüpgraded. Je hebt bijna geen zwakke plekken eigenlijk, want die Nakata is ook gewoon goed. Waar hoop je op? Je hoopt gewoon op een absolute rammer, of niet? Eigenlijk gewoon een rammer. Misschien op de plek van Koundé, want Koundé is alleen tradable, dus kan ik die weer verkopen of zo. Oh ja, kan me voorstellen. Iets beters dan Sabi Alonso hopen we in elk geval. Ja, dat hoop ik zeker. Toch? Het is geen WK, Aiken? Portugal, Figo dan, hè? Ja. Ja, schijnt wel redelijk te zijn, maar doe je het niet voor. Nee. Nee, het is gewoon toch weer een beetje kak. Is echt, 330k. Het is sorry. Gelukkig iets beter. We moeten positief zien, hè? Ja, je bent Arsenal-fan? Nou, dat was mijn eerste kit die ik aan had. En ik vind het wel leuk, outfitje eigenlijk. Ze spelen dit weekend uit bij Spurs. Het wordt echt een leuk weekend, jongens. Ja? Dus tune even in bij Viaplay dit weekend. Want de Manchester Derby op zaterdag en de North London Derby op zondag. Oké. We wachten nog steeds op de echte klappers, jongens. Dat moet ik er wel bij zeggen nu. De volgende ploeg. Jij hebt 1,3 miljoen op de bank, joh. Ja, klopt. Dat is lekker, zeg. Wat zijn je plannen daarmee? Ik ga wel sparen voor Timothée. Oh ja, snap ik. Is die Small eigenlijk echt zo goed? Ik hoor er wel goede verhalen over. Ja, klopt. Waar hoop je op? Mij maakt niet zoveel uit. Maar misschien gewoon Arnijn of zo. Snap ik. Gewoon, het moet gewoon bruikbaar zijn. Het moet gewoon een knaller zijn, natuurlijk. Het is geen WK. Stoichkov! Die is al goed. 90 rated, 90. Hij heeft dus alleen die skill, hoe heet het, die weakfoot niet van die WK-kaart. Hey. Dat is wel prima. Serieus, het kan veel slechter. Ja, klopt. 100%. 344k. Ja, je zit bij de toch wel iets waardevollere spelers van de video tot nu toe, hoor. Ja, ik ben wel blij mee. Goed zo, man. Dit is op zijn minst een goede sub die je in kan brengen en die nog even wat power, snelheid en godkracht in het veld brengt. Ja, klopt. Oké, man. Hey, thanks. Ja, is goed. Mag ik nog shout-out doen? Mag jij. Shout-out naar Joep. Joep? Ja. Oké, nog steeds geen echte knaller, maar wie weet dat het dan met de Belgische servers of in elk geval een Belgische kijker wel gaat lukken. Hey, jij hebt wel een leuk team, ik zie maar één Belg, maar het is er in elk geval eentje. Wie is er aan vervanging toe bij jou? Misschien mijn keeper. Je keeper. Misschien is dat middenveld. Ja, vind ik ook. We gaan gewoon voor een knaller. Je hebt geen munten meer, dus je hebt gewoon een goede speler nodig. Ik hoop dat ik een goede krijg. Komt ie. Het moment van de spanning, de climax. Het is geen WK, Aiken. Het is een Spaanse spits. Torres! Ah, 238k. Nee, het is niet top. Hij is op zich wel bruikbaar met zijn 4-4 altijd. Maar ik weet niet. Wel oké, hoor. Ik denk dat het wel een goede spits is nog. Oké, nog maar 2 te gaan. Nummertje 9 is van Mariano. Mariano, ik ben benieuwd naar jouw team. Zo, goedemorgen dan. Ja, mijn bank ook nog. Je bankie? Je hele sterke bank? Ja, zo. Hallo dan. Alleen Piqué en Navas zijn gekocht eigenlijk in de basis. En wat wil je? Heb je ook behoefte aan een goede centrale verdediger? Of waar heb je zin in? Ja, een middenveld of een verdediging eigenlijk. Ja, nou, dat kan me wel voorstellen. Ja, dat je hier nog even iets meer wil. Oké, duidelijk man. We gaan gewoon voor een hele goede middenvelder. En het liefst, jij hebt gewoon een gunnet nodig eigenlijk. Ja, die had een vriend van mij al gepakt, maar... Serieus? Ja. Stuur hem even vanmiddag in één keer een berichtje van jou. Oh, dat is toch wel heel lekker, hè? Dan heb je er ook weer zin in. Dan ga je wel weer even spelen. Daar komt hij. Het is geen WK. Het is een Engelsman. Spits. Meestal slecht nieuws. Nee, hè? Nee. Goed. Ja, dit hier kun je niks mee. Spijt me, man. Dit is gewoon bagger. Ja. Kut. In de volgende Hopelijk. Is
Ja, ja, precies. Gooi weer in de volgende SBC. Hopelijk zie ik je snel weer, man. Dan pak ik hopelijk wat beters voor je. De laatste, en dat is Glenn. Jij hebt 7 miljoen op de bank. Ja, daar ben je weer. Wat is dit voor team, joh? Doe eens nou voor normaal, man. Maar die twee spitsen, die vind ik natuurlijk een beetje... Die zijn onredelijk, hè? Ja, allemaal leuk en aardig. Die moeten we even wegdenken. Ja, die Kruijven moeten we gewoon even gaan pakken. Dan is die al vervangen. Inderdaad, wat ziek dat hij zo'n WK... Oh, wat een kaart, ja. Wat heb je verder voor spitsen dan? Is het niet zoveel, hè? Ik heb bijna alles verkocht. Dus het is alles een tradable wat ik hier heb staan. Ja. De rest gewoon de munt houden. En anders gaat het ook alleen maar omlaag. Ja, snap ik. Ja, oké. Okay. Ja, jij hebt gewoon alles verkocht voor Team of the Year. Heel verstandig. Je hebt 7 miljoen op de bank. Ja. En wij gaan nu voor jou gewoon echt een rammer van de spits pakken. Daar gaan we. Gewoon een knaller van een spits. Kom maar. Geen WK. Geen WK Cruijff dus. Het is een Fransman. Makelele. De Sailly. Oké, okay. Hij kan het volgens mij als cv, dus... Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Ja, op zich wel een grappig kaartje, maar niet voor iemand met 7 miljoen natuurlijk. Maar... Nee, inderdaad. Ja, dit was altijd wel slecht vandaag. Dit was altijd gewoon echt een hele goeie. Hij is nog steeds wel 350k. In vorige FIFA was hij dan echt gewoon de beste verdediger van de game zo'n beetje. Maar nu heb je zoveel dat het niet bijzonder genoeg is eigenlijk. Maar ik moet zeggen... We zijn in de beste. Ja, snap ik. Het is wel echt een beest altijd. Leuk in de Sillet shirtje dus. Ja, ik zie het. Mooi shirtje, man. Ja, leuk. Mooi shirt. Doe je goed, man. Nou jongens, ja, het viel toch weer een klein beetje tegen. Paar bruikbare eikentjes. Stoichkov is natuurlijk top. Van de Sar, Seedorf, KK, Figo. Een beetje allemaal zo'n middensegment. Ook weer niet echt crisis gezien. Ja, Lineker misschien. Maar ook geen echte rammers. Hopelijk hebben jullie wel wat goeds gepakt. Ik wil jullie in elk geval bedanken voor het kijken sowieso. Morgen mijn eigen. En ja, mooie video's deze week. Thanks, tot snel. Ciao, ciao.